Dag dames en heren, het is weer weekend en dus nemen we weer de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week met u door. Vandaag doen we dat vanuit Voorburg, dat zich meer op de kaart wil zetten als rustige uitvalsbasis voor de mensen die de drukte van Den Haag een beetje willen ontvluchten. En verder in deze uitzending... Eindelijk hebben ze weer een brug in Alphen aan de Rijn. Geweldig, hè? Fantastisch, echt fantastisch. Ik ben blij dat hij weer open is. Defensie onderzoekt mogelijke bommen langs de A12. En dan kunnen ze op afstand de ontsteker eruit draaien, zodat zij zelf ook veilig zitten. En een parachutespringende oma. En dan lig ik dus op dat dingetje en dan moet ik zo. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. Een tragedie voor een familie uit Stolwijk. Iets meer dan een week geleden botst een autodief in Gelderland frontaal op de auto van het gezin. Hun vierjarig zoontje Lennart komt daarbij om het leven. Hier op de Ruurloseweg in het Gelderse Zelhem gaat het vrijdag gruwelijk mis. De 38-jarige verdachte rijdt met een auto die hij gestolen heeft van een psycholoog van justitie die bij hem op bezoek was, frontaal in op de auto van het gezin uit Stolwijk. De vierjarige Lennart overlijdt ter plekke. Zijn vader en zusje raken zwaar gewond en zijn moeder raakt lichter gewond. Nu blijkt dus dat de verdachte net een week vrij was. Hij heeft een half jaar in voorarrest gezeten omdat hij verdacht wordt van onder meer mishandeling, inrijden op een politieauto, bedreiging en rijden onder invloed. Hij had psychische problemen, maar daar gebruikte hij al enige tijd medicatie voor en hij was daar stabiel op ingesteld. En hij zag ook in dat hij dat nodig had. Hij wilde meewerken aan contact met de reclassering en het opstellen van een rapport. En dan uiteindelijk wordt de afweging zo dat iemand de strafzaak in vrijheid mag afwachten onder bepaalde voorwaarden. Die moeten dan zoveel mogelijk garanderen dat dat goed gaat. Zo moet hij contact houden met een psycholoog en zijn medicijnen blijven innemen. Binnen een paar dagen bleek dat het niet goed ging, dat hij niet stabiel genoeg was en afgleed. Dan mag iemand niet zomaar weer vast worden gezet. Het Openbaar Ministerie moet dan een vordering indienen om de voorwaarden te wijzigen. En dat is gebeurd. Op donderdag 16 juni is die vordering binnengekomen. Maar nog voor de rechter daarover heeft kunnen beslissen, rijdt hij frontaal in op de auto van het gezin uit Stolwijk, dat net terugkeerde van een weekje vakantie. Op de plek van het ongeluk zijn inmiddels bloemen neergelegd. De verslagenheid is groot. Het is afschuwelijk. Het is verschrikkelijk. Er zijn gewoon geen woorden voor zoiets. Het komt gewoon dichterbij omdat het hier in de buurt is. En dat, dat pak je toch wel even. De 18-jarige Nina uit Bergambacht verovert de harten van het publiek en daarmee wordt ze de winnares van Idols 2016. Eenmaal terug in het dorp wordt ze door haar dorpsgenoten nog even in het zonnetje gezet. Als een popster wordt ze opgewacht. Het hele dorp is uitgelopen om hun Nina te huldigen bij het gemeentekantoor. Het staat de Bergambachters nog vers in het geheugen. Anderhalve week geleden zien ze in Zalencentrum De Waard hoe Nina de vijfde editie van Idols wint. Ik had het filmpje gezien van de mensen die in De Waard hadden gekeken. Nou, daar kreeg ik kippenvel van. Vond ik zo lief. Bergambacht is trots. Vooral omdat Nina zo lekker gewoon is gebleven. Niet die glitter, niet al die pracht en praal. Ik denk dat we even moeten horen hoe... En dan het moment waar iedereen op wacht. Zeker spannender dan de live shows, want het gewoon weet je, allemaal bekende mensen en het is toch wat kleiner, wat het voor mij dan wat spannender maakt. Maar superleuk dat er zoveel mensen komen en alleen maar bekenden, dus dat vind ik echt heel erg leuk. Kleine kinderen zijn bijna allemaal gek op dieren en dan heb ik het natuurlijk niet over die dinosaurussen van de supermarkt. In Schipluiden is boer Arie daar slim op ingesprongen. Hij heeft een stal omgebouwd tot de eerste boerderijcrash van de regio. Wat gaan we nou zo meteen doen? Gaan we eerst naar de koeien, naar de grote koeien. Gaan we brokken geven en lekker even vegen. Het kinderdagverblijf is in deze boerderij gevestigd. Een oude koeienstal is helemaal omgebouwd tot een moderne crash. Maar het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag binnen blijven. Kijk!
Ja. Slaap die. Nou, wat is er nou gebeurd? Zie je dat? Ze zien er anders uit. En de boer, Arie, die heeft ze geschoren. Zie je dat? Het unieke is dat kinderen zien waar voedsel vandaan komt. In alle basisprincipes van een plantje die groeit en dat je die op kan eten. Dat je daar een eitje bij een kip vandaan haalt wat je ook op kan eten. En dat dieren in feite melk ook geven. Zie je dat? De koe heeft helemaal geen tanden aan de bovenkant. Nou, wat grappig. Ze leren daar ook van. Hè? Dus het is niet alleen hoe zij erop reageren. Maar zoals ze net bij de boer met de tanden. Dat Frida op mijn schoot zit en dan gelijk zegt, ik heb zelf ook tanden. En dat ze gelijk bewust naar mij kijkt, hé, jij hebt ook tanden. Dus op die manier ben je toch ook weer op een pedagogische manier bezig. En dat kun je dan op deze manier kun je dat kinderen meebrengen. In plaats van aan tafel gaan zitten en dat verhaaltje vertellen, ervaren die kinderen dat nu ook zelf. Zie je dat die vliegjes de muis een beetje gaan proeven? Die gaan dat muisje helemaal opeten. Wow, ja. Wat schattig. Wat schattig. In Alphen aan de Rijn is de Koningin Julianabrug eindelijk weer geopend voor het verkeer. In april vorig jaar werd de brug afgesloten. Dat had te maken met onderhoudswerkzaamheden. Eigenlijk zou het maar 4 maandjes duren. Maar door het kraanongeluk werd het meer dan een jaar. Door dat hijsongeluk natuurlijk moest er eerst nog onderzoek gedaan worden. Toen moest de hele vaargul vrijgemaakt worden. De gevallen kranen en het brugdek moesten geborgen worden. En vervolgens moest het onderhoud ook weer verder. En toen hebben ze 1 voor 1 de onderdelen ingehezen. Dat ging wel goed. En dan nu, vandaag, een dag waar Alphenaren naar hebben uitgekeken, kunnen ze weer over deze brug rijden. Eindelijk verlost van het omrijden. Hallo! Meneer, als een van de eerste over de brug. Het kan weer. Geweldig, hè? Fantastisch, echt fantastisch. Want ik heb een werkplek aan deze kant van de brug en een werkplek aan de andere kant van de brug. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Je moest 14 maanden omrijden. Ik moest 14 maanden omrijden, ja. Ja, dus voor mij kan het niet snel genoeg opengaan. Te lang eigenlijk, hè? Ja, hoeveel moeten omrijden kosten gemaakt? Ja, elke dag omrijden, hè? Dat is toch ook weer wat brandstof extra. Wat er gebeurd is, is natuurlijk voor de mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt, vind ik erger dan ze dan een paar keer omrijden. Maar ja, ik ben blij dat hij weer open is, dat wel. En nu eraan gewend aan omrijden dat u hem af en toe vergeet? Ja, je vergeet hem, hè. Nu weer wennen dat hij er weer is. Dus ja toch, zeker weten. Grote consternatie dinsdag op een school in Gouda. Na een vechtpartij krijgt een leerling een epileptische aanval. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. En daar blijkt dat hij aan de knokpartij een hersenschudding heeft overgehouden. Hier achter mij op het Driestar College heeft vanmorgen een incident plaatsgevonden. In de gymzaal zijn 2 jongens met elkaar slaags geraakt. Een van de jongens heeft volgens omstanders een klap gekregen. En na een half uur heeft hij daarop een epileptische aanval gekregen. Wij zaten in het klaslokaal en toen zagen wij politie en een ambulance en trauma. Toen gingen wij kijken en toen hoorden wij verhalen in het klaslokaal. Dat er inderdaad in het gymlokaal een vechtpartij was geweest. Ik hoorde veel lawaai. Ik heb 2 ziekenwagens, ik heb 4 politieauto's gezien. En ik heb op laatste traumahelikopter zien komen. Er ontstaat ruzie tijdens de gymles waarbij klappen worden uitgedeeld. Op een gegeven moment was dus de dader... zal ik het even zo zeggen, het zat en die gaf een dreun. Ja, zoals ik het weet is die autistisch en kan moeilijk contact maken. Wat heeft de school verder gezegd tegen jullie? Ja, dat we rustig moesten blijven, dat we gewoon weer uiteindelijk terug naar onze les moesten gaan. Maar voor de rest ook niet heel veel over wat er echt is gebeurd. De directie van het Driestar College in Gouda wil niet reageren. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of er een direct verband is tussen de vechtpartij en de epileptische aanval, wordt nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Dinosaurussen zijn hot op dit moment. Als u wel eens boodschappen doet bij een bepaalde supermarkt, zal u dat niet ontgaan zijn. Naturalis uit Leiden is bezig met het opgraven van dinosaurussen in Amerika. En daar wordt op dit moment ook T-Rex Trix in elkaar gezet. En ze is bijna klaar voor vertrek naar Leiden. Trix is nog niet klaar, maar er wordt hard gewerkt om haar botten op de juiste plek te krijgen. In het Black Hill Institute van South Dakota, USA, is een heel team van Amerikaanse specialisten bezig met de puzzel van Trix. Allemaal botjes en botjes die moeten bij elkaar passen. Dit is vies en gezwollen. En dan ziet het er hier ook nog niet helemaal fris uit. Dus ze heeft echt hier een klap gehad. Ja.
Trix heeft een zwaar leven gehad en Edwin van Huis, directeur van Naturalis, is onder de indruk van Trix. Ze heeft duidelijk het wauw-effect. Daar doe je het allemaal voor, dat mensen binnenkomen en denken van, wat is dat bijzonder en hoe is dat toch mogelijk en wat is dat onwaarschijnlijk oud, want het is wel 66 miljoen jaar oud waar je naar kijkt. Dat is toch ook fabelachtig. Ja, en dat zit allemaal in die eerste aanblik. En die is heftig, want Trix is de eerste T-Rex die met zijn kop naar beneden wordt tentoongesteld. De eerste indruk is belangrijk. Ook als je een staat verderop terechtkomt op de opgravingsplek van andere dinosaurussen. Het is The Great Wide Open. En daar liggen 5 Triceratops in de grond. En die worden op dit moment door een team van Naturalis opgegraven. Al deze mensen hebben dezelfde gekte. Iedereen is begonnen op een leeftijd van 4, 5, 6. En ja, eigenlijk dat gekke kind, dat plezier dat kind had, dat zit er bij iedereen nog in. Niemand is echt opgegroeid, niemand is dat ontgroeid. En dat, ik weet niet, dat blijft voor altijd denk ik wel zitten. En aan het eind van de dag, dan loop je terug naar het expeditiekamp. Met het liefst natuurlijk loon naar werken. Den Haag gaat de speciale aanpak van jeugdbendes uitbreiden naar de Schilderswijk. Bij deze aanpak worden jongeren niet alleen bestraft, er wordt ook gekeken naar de achterliggende problemen in de wijk. En die aanpak die heeft eerder goed gewerkt in het Joubertplantsoen in de wijk Transvaal. Overdag is er in en om het Joubertplantsoen meestal weinig aan de hand. Maar lange tijd zorgen jongeren die hier rondhangen voor overlast. Ze maken herrie en intimideren de buurt. Bovendien houden de bendes zich bezig met criminele zaken als inbraak en hennepteelt. Je had natuurlijk heel veel groepen die hier rondhingen. En er waren natuurlijk ook wel drugsgerelateerde mensen die heen en weer gingen. De politie besluit 17 harde kernleden in februari van dit jaar van hun bed te lichten. Ze overtreden niet alleen de wet, maar de jongeren zorgen ook voor een negatieve invloed op anderen in de wijk, zegt de politie bij de aanhouding. Ze weten heel veel van elkaar. En men weet heus wel wie wat doet. En in dit geval is de invloed in de wijk, zeg maar, op de jongeren die het goed willen, kwetsbare mensen, was enorm groot. En wij vonden dat we daar echt wat aan moesten doen. Naast de aanhouding van de kernleden nemen de gemeente en de politie rond het Joubertplantsoen nog meer maatregelen. Zo worden 3 dominante probleemfamilies aangepakt. Sluit de gemeente shisha-lounges en belwinkels vanwege het aantreffen van drugs en illegaal gokken. Krijgen woningen betere beveiliging tegen inbraak. Komt er een jongerenwerker en worden jongeren op een opleidings- of werktraject gezet. De aanpak heeft effect. Ja, voor mijn gevoel zeer zeker dat het verbeterd is. En we hebben natuurlijk nu ook Hassan, dat is onze Marokkaanse vader die hier rondloopt en die... die houdt het ook goed in de gaten en die treedt ook wel op hoor. Die doet het echt wel goed. Toch zijn de problemen niet helemaal weg. Overlast is er nog wel. Om een uurtje of 3 s'nachts, dan zijn hier nog wel grote groepen die, laten we zeggen, knap lawaai maken. Maar al met al is de buurt tevreden. Het gaat beter. Ja, zonder meer. Ik denk toch wel dat het gauw een 60-70% verbeterd is. Heus wel. Vlak langs de snelweg A12, op de grens van Den Haag en Zoetermeer, zijn misschien 2 vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Als het daadwerkelijk om explosieven gaat, dan gaan de weg en het spoor in de maand juli 2 nachten dicht om de bommen op te ruimen. De mogelijke explosieven werden ontdekt tijdens de voorbereiding van werkzaamheden voor het graven van een faunatunnel onder de A12. De aannemer gaat vanaf 27 juni onderzoeken of het inderdaad bommen zijn. En als dat zo is, moeten ze worden ontmanteld en verwijderd door de explosieve opruimingsdienst Defensie. Dat heeft flinke gevolgen. En dat betekent dat 9 juli en 16 juli van 's avonds 10 uur tot de volgende ochtend 7 uur de trein niet meer rijdt, Den Haag-Utrecht, dat de A12 buiten gebruik gaat en dat daar in het gebied ook geen mensen mogen zijn. Dat betekent dat een aantal bedrijven weten dat er geen mensen mogen zijn, maar ook bij buurgemeente Pijnacker-Nootdorp een klein aantal mensen niet in hun huis mogen verblijven. Forse maatregelen dus. Maar volgens de burgemeester kan dat niet anders. Er wordt natuurlijk heel safe, heel zeker gewerkt.
En daarom geen enkel risico wordt genomen. Daarom wordt gezegd een ruim gebied rondom die plek mogen verder, behalve degene die aan het werk zijn, geen mensen zijn. De bomen werden in de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden gedropt. Ze liggen op 5 meter en 7,5 meter diepte. Daarom kunnen ze niet in één keer worden weggehaald. De klus is extra moeilijk omdat ze in het grondwater liggen. Daarom moeten duikers aan de slag. Die plaatsen een mechaniek op de ontsteker van de bom. En dan kunnen ze op afstand de ontsteker eruit draaien, zodat zij zelf ook veilig zitten. En dan vervolgens wordt die bom eruit gehaald? Ja, want dan is eigenlijk het gevaarlijkste deel is uit die bom. En dan is het alleen nog een stuk springstof, wat relatief ongevaarlijk is. Dan is het eruit takelen en elders vernietigen. Hoewel de oorlog nu 70 jaar geleden is afgelopen, wordt de opruimingsdienst nog vaak ingezet. Bijna wekelijks moeten nog grotere bommen onschadelijk worden gemaakt. En gaat het altijd goed? Dat gaat altijd goed. Dus waarschijnlijk in Zoetermeer ook? Ja, daar gaan we gewoon helemaal van uit. Dat moet helemaal goed komen. U kent haar vast nog wel. Die actieoma van 80 jaar die abseilend van de Nieuwe Kerk in Delft afging. Nou, ze heeft de smaak te pakken hoor. Want deze week ging ze parachutespringen. Goedemorgen. Dat is gezellig. Ik was eigenlijk van plan om een paar schoenen aan te doen. Die ik vandaag wil dragen. De nacht voor haar parachutesprong heeft mevrouw van der Holst niet zo goed geslapen. Maar voorbereid is ze wel. Kijk, tandemsprong. Zie je dat? Dan ga ik hier liggen. En dan lig ik dus op dat dingetje. En dan moet ik zo doen. Ik zit er zo vol van. En het kan me niet snel genoeg gebeuren. Ik ben er niet bang voor. Nee. Na haar tokkelavontuur in Delft wordt ze uitgenodigd op vliegveld Zeppen bij Breda. Dat vind ik zo leuk. Als die parachute dus open gaat, dan ga je woe! Precies, dat vinden wij ook. En daar gaat ze. De 80-jarige springt uit het vliegtuig. Ik wil nog wel een keer. U heeft nu getokkeld? Ik heb nu getokkeld. Parachute gesprongen? Ja. Wat is het volgende wat we gaan doen? Formule 1 wagen. Dat moet nog een verrassing blijven. We gaan Max Verstappen bellen. Michelle van Dijk uit het Westland kweekt potplanten. Maar in de zomer ruilt ze die in om de noordelijkste camping ter wereld te runnen. Het zijn de laatste plantjes in de kas van Michelle van Dijk. Deze moeten nog naar de veiling. En dan is de kas leeg en gaat het grote avontuur weer beginnen. Ik ga op een korte termijn vertrek ik inderdaad naar mijn andere leven. En dat ligt hier ver vandaan op de eilandengroep Spitsbergen. Dat is het laatste stukje bewoonde wereld voordat het echte Noordpoolijs begint. Ze heeft daar 4 maanden per jaar haar eigen camping. Ja, daar is er natuurlijk maar één van. Ja, dat is natuurlijk extra leuk, maar het... Ja, de camping aan zich is al mooi en op een mooie locatie. En dat het dan 's werelds noordelijkste camping is, dat is een leuke selling point. Maar het is vooral, ik vond het vooral heel grappig toen ik die camping kocht. Toch is het weer daar voor de gemiddelde vakantieganger allerminst grappig. Terwijl we hier lekker bakken in de zon, wordt het daar dus maximaal tussen de 10 en 12 graden. Voor een strandvakantie hoef je er dus niet naartoe. Spitsbergen is niet voor iedereen. Spitsbergen is voor de liefhebber. En dat kan om verschillende redenen zijn. Het kan zijn omdat je de Arktische natuur wil zien. Het kan zijn omdat je het ijs wil zien, nu het nog mogelijk is, het pakijs. Kom alsjeblieft niet om een ijsbeer te zien. Als je voor een ijsbeer komt, ga dan naar een dierentuin. Want ijsberengarantie bestaat niet. Mijn reden is de rust, de ruimte, de stilte. Vooral dat eigenlijk. Ja. Wat was het lekker, hè, woensdagavond. Tot laat in de avond gewoon lekker in mijn t-shirtje in de tuin gezeten. Ja, en daarna eigenlijk als een blok geslapen. En dat het die nacht met bakken uit de hemel kwam, dat kwam donderdagochtend eigenlijk als een verrassing voor me. En kennelijk was ik niet de enige die niet op zoveel water had gerekend. Oh,
regen, regen en nog eens regen. En ook nog eens tropische temperaturen. Het was wat het weer betreft een extreem weekje. Maar het levert wel spectaculaire weerfoto's op. Searching for the reason with the reasons, and searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. De mooiste weerfoto van deze week is gemaakt door Fieke Dokman. De fraaie avondlucht in Scheveningen is hierbij vastgelegd en zij wint met deze prijs de foto afgedrukt op canvas. En u weet het misschien inmiddels wel, wilt u ook een keer winnen, blijf uw opnames opsturen naar weer@omroepwest.nl. En dat was het voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. Het actuele nieuws kunt u blijven volgen via onze website omroepwest.nl, Facebook, Twitter, de app en natuurlijk ook bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een mooi weekend.